Wendy Koe zegt I love you. Daar gaat de trouw dus door van Chelem en Vincent. Hi guys en welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat jullie alweer kijken. We zijn vandaag zaterdag en ik vertrek zo meteen naar de zee. Want morgen vieren wij papa zijn verjaardag. Kei leuk. Ik ga zo meteen vertrekken, maar ik moet eerst passeren via Gent, want ik moet achter mijn kleedjes gaan. Wij hebben volgende week een trouw. Dinsdag, woensdag en donderdag voormiddag. Het is een trouw... driedaagse. En we hebben dus verschillende jurken nodig. Dus één cocktailjurk voor dinsdag, woensdag een lang kleed. En dan heb ik ook iets voor de afterparty. Ik weet niet echt of dat nodig is. Maar you never know. Ik heb wel iets leuk gevonden. Dus ik ga het gewoon meenemen en we'll see. Daarna ga ik in Gent iets eten in de avond. Dus ja, het is nu ondertussen al 4 uur. Dus ik moet wel nu vertrekken. Ga ik eten met Claudia. Want zij vertrekt volgende week terug naar Londen. En zij woont daar dus nu. Dus ik wil haar ook wel even nog zien. En ik heb een supercoole beauty hack voor jullie allemaal. Dus we waren in LA. En iemand had fake wimpers mee. En ik zei, ja, plak je dat helemaal op je wimper zonder mascara? Want ik zei tegen haar, ik heb vroeger wimperextensions gehad, maar bij mij is dat echt heel fel dan. Dat is zo'n dikke laag op je wimpers. Ik vind dat persoonlijk niet meer zo natuurlijk. Ik wou iets natuurlijker, dus daarom heb ik nu gewoon altijd mascara op. Maar zij toonde mij dat en ze knipt eigenlijk die wimper in 3 stukken. En zij doet er wat lijm op en zij plakt dat hier. Eigenlijk op de uiteindes van uw wimper, van uw oog. En het geeft gewoon een crazy effect. Dus je krijgt echt zo een win oog. Dus je oog lift precies automatisch mee. Gewoon door dus 3 stukjes wimper op het uiteinde te plakken. Ik zal jullie morgen ook tonen hoe dat ik dat doe. Want ik heb er besteld dan. Meteen als ik in LA was, dacht ik van oké, I need this in my life. Dus nu kan ik echt niet meer zonder. Dus ik heb die besteld. En ik zal dus morgen ook tonen hoe dat ik ze plak bij mezelf. Want ja, het is gewoon een mega goede beauty hack. Oh, dag Laura. Dag lieverd. Dag lieverd. Koekoe. Ja, wat ben je aan het kijken? Ik was Laura aan het filmen, dat was super cute. Dit is de eerste optie, zonder de kousen. Dit was normaal totaal geen optie, maar ik vind deze ook wel echt iets hebben. Ja, dat is mooi, hè? Vind ik ook wel tof. Dus deze is optie 2, een jurk volledig met pailletten. Dus in verschillende kleurtjes. Ook wel leuk, hè? Ik ga een keer inzoomen. Wauw, er zitten daar ook kleine kristalletjes in. Volledig handmade. Ook wel leuk. Heel moeilijk. Van top tot teen is dat mooi. We have a winner! Ik denk dat het deze wordt. Ik denk dat we er allemaal uit zijn dat het deze wordt. Oh my god. Behalve mijn bikini-lijn. Maar ja, dat kan wel eigenlijk schat. Nee, ik denk dat dat met die hakken ook wel gaat lukken. En eventueel met de sokjes. Eventueel zo. Ja, ik vind het wel nog iets hebben. Met de sport. Fashion. Ja, echt mooi. Ja, dit is de afterparty dress, ontworpen door Ibu, door Atelier EXC. Super schoon. Mega cool. Echt. Love the vibes. Deze jurk vind je echt nergens, enkel hier. Spiegeljurk. Mega speciaal. Speciaal voor Sarah gemaakt, wow. Voor afterparty van Chelem. Dank u. Ze hebben geen discobal meer nodig. Een kost minder, vind ik. Cheers, jawel, cheers. Gezellig! Met een leeg terras. Good morning, we zijn vandaag zondag. Oh, licht even.
Ik was helemaal vergeten, ik realiseerde me daarnet, dat ik dus ging tonen hoe ik mijn fake wimpers dus plak. Dus ik ga het jullie even tonen. Ik heb deze kanten wel gedaan. Ik ga het licht aandoen, want dat is eigenlijk veel beter. Dus dit zijn ze. Je haalt het ervan af. En dan pakt je een schaartje. En eigenlijk het beste is, zoals je kunt zien, dit is de kant eigenlijk met het meeste volume. En dit dus eigenlijk voor in de binnenhoek. Dus eigenlijk moet je zo plakken. Maar ik gebruik gewoon eigenlijk de langste stukjes voor de uiteindes. Oké, stel nu, ik wil gewoon een beetje opvullen. Dus we gaan dit knippen. Zo. Gewoon een heel klein stukje. Ik wil niet te fel meer opvullen. Oké, dus het tweede deel wat je dan doet, is eigenlijk het stukje pakken. Het is niet zo gemakkelijk. Eigenlijk moet je meestal een pincet pakken. Dus ik heb nu witte lijm. Deze is van de Kiko. Maar eigenlijk moet je het met zwarte lijm doen. Want dat ziet je dus niet. Maar bon. Ik heb nog geen zwarte lijm kunnen bestellen. Ziezo. Dus ik ga het plakken. Dat is echt niet makkelijk. Wat je dan doet, je duwt op de wimper. En je zet hem ook heel de tijd af. Op pauze zetten, of ook niet zo, want ik had er even niet in. Dus dit oog is eigenlijk helemaal klaar. Ja, heel goed gelukt. I'm happy. Het is crazy wat een verschil dat dit geeft. Dus ik heb gewoon hier geplakt. Dit is mijn eigen wimper. Dus eigenlijk zie je dat praktisch niet. Dat is echt crazy. Dus hier heb ik het ook opgevuld. Het is eigenlijk beter om zwarte lijm te kopen, omdat anders ja... Ziet je dat in je wimpers? Dat is ook niet zo heel mooi. Ik heb het nu zo wat kunnen wegwerken dat je het niet ziet. Dus ik ga me nu even aankleden. Dus ik moet even doordoen. Mama, wat een mooie decoratie. Het is echt, echt, echt mooi. Oh, mooi. Het is echt tof gedaan. Ik heb mij net... klaargemaakt. Dus mijn kleedje is van Litchi. Mijn schoenen zijn van de Attico. Zien er heel leuk uit, maar ze zijn iets minder comfortabel. Dan heb ik dit tasje erbij. En mijn oorbellen vind ik ook de max. Deze zijn van Frankie Amsterdam. Ze zijn echt wauw. Love it. Dus ja, this is my look voor... a regular Sunday. Cheers! Cheers! Wij zijn onderweg naar huis en we hebben net McDonald's gaan halen. Ik ben daar kei veel zin in. Alsjeblieft. Dank u. Onze kater is iets te groot. Oh my god. Kapot. Oh ja, en frietjes ook. Het is wel heel lang geleden dat ik heb gegeten eigenlijk. Maar mega. Jawel. In Amerika. Ik weet niet hoeveel hamburgers gegeten, niet? Nou nee. Ik zag toch veel fastfood. Stories. Haha. Ik ben ook gegaan niet naar een festival om gezond te eten, hè, mama. Wauw. Hier heb ik echt weer naar uitgekeken. Nee. We zijn net terug thuis en ik dacht een beetje te sporten nu. Maar ik moet mijn camera wel even recht krijgen. Ja.
got your own style, that's just slave, but you ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Squeeze you like I'm else, it's on my let it go. Eeny, eeny, meeny, meeny, money, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slave, but you ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Good morning, we zijn vandaag dinsdag en ik heb me net opgefrist. Mijn haar ziet er wel heel vettig uit. Ik was net even bezig met mijn e-mails te beantwoorden. En ik moet binnen een half uurtje vertrekken, want ik ga mijn haar iets lichter doen. Nu dat het mooier weer wordt en de zomer komt eraan, vind ik dat het eigenlijk leuker is om wat highlights in mijn haar te doen. Ik heb al een voorbeeld gestuurd naar Jochen. En ik wil eigenlijk zoiets-achtig. Dat vind ik echt heel mooi. Dus het is wel nog steeds donker, maar er zit wel veel meer licht in. Oh, Happy. Wat is er? Kom. Dus ja, dat is het plan. Daarna heb ik een meeting met een marketing agency om 3:00 in Antwerpen. En dan in de avond worden wij dus verwacht in de Botaniek, in het hotel in Antwerpen. Want daar gaat de trouw dus door van Chillem en Vincent. En vanavond is het dus een verwelkomingsdrink. En morgen is het de ceremonie met het feest. En dan donderdag is er nog een brunch. Ja, ik ben al aan het stressen in haar plaats. Ik denk echt wel dat dat zo'n spannend moment in hun leven is. Dus ik ben heel, heel excited voor hun. Ik ga nu nog even verder werken. En daarna ga ik vertrekken naar mijn kamp. Net klaar van bij de kapper. En ik heb dus een paar lichtere lokken in mijn haar. En ik ben super tevreden. Het is niet super blond. Of ja, het is niet... Oh. Shit. Laten vallen. Dus ik ben kei blij dat er nu een beetje lichtere stukjes in zitten. Dus ik ga nu vertrekken naar mijn afspraak. En daarna ga ik even Vic oppikken. En dan vertrekken wij om ons klaar te gaan maken voor het trouw. We zijn net toegekomen in de Botaniek en het is hier kei mooi. We gaan dus zo meteen inchecken, maar we gaan eerst even een glaasje drinken en daarna gaan we ons klaarmaken voor de eerste avond. Dus super gezellig. We zijn net toegekomen in onze kamer en het is hier echt heel mooi. Ik zal even een roomtour doen. Dus dit is de living. Dit is de badkamer. Waar is dit eigenlijk? Ah ja, wc, ook interessant. Een douche. Slaapkamer. En hier, dit is het zicht vanuit de kamer, mega tof. En hier gaan we straks, is straks de drink, de bubble drink. Dus ik ga mij nu even opfrissen, ik ga mijn make-up even removen, opnieuw doen. En we moeten binnen 40 minuten klaar zijn, dus let's go. Oké, dus dit is jurk dat ik heb aangedaan. Ik heb deze al eens aangedaan, dus minder boeiend. Dus we gaan nu vertrekken. Ik ga een paar beelden filmen, maar ook niet alles. Wegens ook privacy en omdat niet iedereen altijd op beeld wilt komen. Dus dat wil ik er toch even bij zeggen. Dus ja, let's get ready for a drink. Dat is wel een robot, hè? Zie je dat niet? Aan mijn elegante robotbewegingen. Ja. City of stars.
I shine just for me. Yes! Good morning. We zijn vandaag dinsdag. Nee, woensdag. Ik ben net wakker en mijn teen is gebroken. Ik kan hem dus gewoon niet meer bewegen. En ik moet vanavond dus nog hakken aan doen. Allee, straks om 4 uur. En I really don't know how I'm going to do it. We hebben net ontbijt besteld. Wat zit erin? Omelet. Toast avocado. Maar dat ziet er kei lekker uit. Dan roerei. En pap met... Ja, op de menu stond pap, maar het is eigenlijk havermout met fruit. Dus we hebben straks een massage geboekt. En dan moet ik mij om 1 uur beginnen klaarmaken, om dan om 3 uur klaar te staan. Sarah is er net toegekomen om mijn make-up te doen. Ja, ik heb wel een beetje uitslag, dus dat moet allemaal gewerkt worden. Het valt allemaal heel goed mee. Ik ga denk ik gewoon voor een natural look gaan, omdat mijn kleed best aanwezig is. Dus we gaan mijn haar in een strakke staart doen. En ja, dan gewoon een lichte eyeshadow, maar niet too much. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Dit is dus de make-up look. En Sarah heeft net een van mijn wimpers gebruikt om te plakken. Ik ga een andere doen. Hallo, zo simpel is dat. Ik vertelde al in mijn vlog dat ik dat altijd doe als ik het ga eten. Ja, kijk. Top. Echt goed. Oké, ik ben helemaal klaar om te vertrekken. En dit is mijn jurk. Ik heb mijn haar ook in een strakke staart gedaan. En dit is mijn make-up look. En dit is mijn jurk. Het is van Atelier EXC. Mijn schoenen zijn van René... Kauvila. Kauvila, ja, ik weet nooit hoe je het correct uitspreekt. Het is eigenlijk lichtroos met allemaal kleursteentjes in. Dus ja. Dus ja, we gaan nu vertrekken naar de handelsbeurs. Ik ben kei benieuwd, ik ga het hier niet mee waarschijnlijk. Dus ik heb waterproof mascara opgedaan, you never know. Dus ja. Wij zijn klaar om te vertrekken. Look at me, babe, I'm with you. You also give me wedding rings. No.
komen net van de trouw en ik heb me net omgekleed in mijn afterparty dress. Normaal was dat totaal niet de bedoeling, maar mijn kleed was dus vrij lang. En ja, dat was super onhandig om nu mee te dansen. Dus ik dacht, ik trek een kort jurk aan. En ik heb voor deze gekozen. En hij geeft ook zo licht. Super cool. En deze is ook van Atelier EXC. En I really, really love it. Het is zo cool. En de trouw was zo, zo mooi. Ik ben kei blij dat ik toch zo'n mooie beelden heb kunnen filmen. En in deze vlog heb kunnen steken. Het was echt waanzinnig mooi, super emotioneel. Ik heb kei veel moeten huilen. Maar bon, ik ga vertrekken naar beneden. Want we gaan nu naar de afterparty. En ik heb er kei veel zin in. En by the way, niet zo super onbelangrijk. Ik heb Chilem haar boeket gewoon gevangen. Dat was een kei leuk moment. Dus ik ga nu heel snel naar beneden. Want veel vrouwen hebben zich toch omgekleed. En ik wil het echt allemaal niet missen. Dus ik ga nu meteen vertrekken. Good morning guys, we zijn vandaag donderdag en ik ben net terug van Antwerpen. Ik ben net op kantoor bij mijn ouders, omdat ik hier wel meestal kom om te werken. En het was zo'n mooie trouw, echt heel heel mooi en we hebben ons keihard geamuseerd. Dus ik heb een paar leuke beelden toch van de afterparty, van de trouw ook zelf. Ja, ik ga nu starten met al mijn vlogs. Fragmenten up te loaden. En dan zie ik jullie uiteraard volgende week zondag terug met een nieuwe vlog. De vlog zit er helaas alweer op. Dus tot volgende week. Bye bye.